Oh nee, de volgende dat komt is echt heel raar. Want ik weet niet wat dat was. Een feestje alleen op mijn kamer. Oké, ik denk dat dat even een mental breakdown was. Echt heel gênant. En dan gebeurde er iets. Ik dacht echt dat ik ging flauwvallen. I'm gonna show you love. Hey iedereen, Stien hier en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Het is weer de leukste tijd van het jaar, namelijk de examens. Yay! Ik zit weer in de blok. Voor de mensen die het niet weten, ik studeer communicatiewetenschappen en ik zit ondertussen al in mijn derde jaar. Ik studeer aan de VUB, de Universiteit van Brussel. En ik zit nu in mijn derde bachelor. En ja, het is bijna januari, dus... De examens komen eraan, dus ik moet studeren in de kerstvakantie. Maar ik wil wel nog altijd YouTube-video's voor jullie blijven maken. Ik ben jullie niet vergeten, dus vandaag heb ik een nieuwe video voor jullie. Sorry als ik er een beetje moe of slecht uitzie, maar dat is nu eigen aan de blok. Ik blijf gewoon mijn best doen om video's te maken voor jullie. Als jullie, by the way, ook eens studeertips of... tips voor planningen en zo te maken willen, laat het dan weten in de reacties en dan maak ik zeker ook zo'n video, aangezien ik nu toch volop aan het studeren ben. Oké, maar genoeg gepraat over die examens. Vandaag heb ik een video voor jullie dat ik ooit al nog eens heb gemaakt. Ik ga namelijk aan jullie privé TikToks laten zien, TikToks die nog nooit iemand heeft gezien. Er zijn er een paar heel gênante bij, waar ik mezelf echt voor schaam. En het is echt een stapje uit mijn comfortzone om die gewoon openbaar te zetten nu op YouTube. Maar oké, alles voor jullie. Maar voordat ik die aan jullie ga laten zien, wil ik heel lief vragen om even een like te geven, op dat duimpje te klikken en dan te abonneren op mijn kanaal. En mij te volgen op al mijn sociale media kanalen. Of zeker toch op Instagram, want daar post ik eigenlijk het meest op. Dus doe dat zeker, dan kan je ook heel mijn studeerproces in de gaten houden. Oké, laten we dan maar beginnen met de video. Let's go! Oh, by the way, kijk wat ik heb gekregen voor kerst van Simon. Dat is toch te cute! Dus ik heb voor jullie privé TikToks die in mijn concepten staan van het afgelopen jaar. Het is ook bijna nieuwjaar, by the way. Als je deze video ziet en we zijn 2022, gelukkig nieuwjaar alvast. Maar daarom ga ik dus van het afgelopen jaar mijn privé TikToks laten zien. Sommige zijn ook al van iets langer geleden. Maar oké. De eerste TikTok die ik ga laten zien is eigenlijk nog helemaal niet zo lang geleden. Ik denk dat het in oktober of zo was. Met Simon waren we gewoon aan het chillen. En in oktober kom ik altijd al direct in de kerstvibe. Ik wil al direct dat het kerst is, want ik hou echt van die periode. En ik wou Simon een beetje opvrolijken. En ik wou Simon ook een beetje ophypen met mijn kerstvibes. Let's go. So this is Christmas. And what have we done? Another year over. Deze is nog niet zo gênant, maar ik word echt gewoon gelukkig als ik die video zie. Ik heb hem wel nooit gepost, ik weet niet waarom. Maar het is gewoon een vibeje. Oké, de volgende TikTok is al iets gênanter. Hij is ook echt van niet lang geleden. Ik denk een paar weken terug, 3 weken of zo. En Simon en ik gingen schaatsen. En ik heb daar een TikTok van gepost, maar dat was de goede versie. Maar er zijn ook een paar fails. En hier komt er een. Ik dacht een pirouetje te doen, maar dat was mislukt, want ik ben natuurlijk geen kunstschaatser. Al wil ik het wel echt super graag leren, want dat lijkt me zo cool. Maar ik ben momenteel echt met veel te veel dingen tegelijk bezig. De volgende TikTok was vorig jaar bij kerst. En ik heb een huisdier, Roestie. Hij is echt super cute, maar soms heeft hij ook geen zin om video's te maken, zoals hier. Ja, dan spartelt hij helemaal los. En dan... Dat gebeurt wel vaker eigenlijk. Ook als ik foto's wil nemen. Maar het blijft zo'n schattig katje. Oei, oei, oei. De volgende TikTok dat gaat komen is echt heel gênant. Ik ga even wat context geven. Het is een TikTok dat ik heb opgenomen toen we in de social house zaten. En ik dacht, het is gezellig een dansje te leren. Dat was een nieuw TikTok dansje. En je gaat dat ook zien, ik doe dat zo'n beetje half brak. Want ik was gewoon de pasjes aan het proberen te herinneren. Ik wou pasjes herinneren.
op een gegeven moment moet je echt zo keihard springen. En ik weet niet waarom, maar ik deed alle pasjes super brak. Maar dat springen deed ik dan echt kei actief. En dan gebeurde er iets. I know that's right! Big bad bitch and not the belly band. Take a member, let's see, I can party back and all these bitches fuck. It's big bad bitch and not the belly band. Ik dacht echt dat ik ging flauwvallen. Dat was ook zo'n bult op mijn hoofd daarna. Dat deed echt pijn. Oké, ik ga hem nog één keer opzetten, want ik vind het echt te grappig. Maar ik weet niet wat ik daarvoor deed. Dat was echt heel raar. Maar die sprong is gewoon geweldig. Even doorspoelen naar de sprong. Ik schaal, je ziet mij ook echt gewoon afzien op die video. Oké, next one is met Simon. Ook al een video van een jaar geleden eigenlijk. Je ziet dat ook nog aan mijn blond haar. Ik had allemaal nog blond haar op die video's. En die video's, Simon en ik lachen er altijd mee. Omdat dat echt lijkt alsof wij het net uit hebben gemaakt. En Simon gooit zijn valise naar beneden. Kijk maar. Naar Simon zijn gezicht en mijn gezicht. Ik ben zo kei happy. En dan Simon die weent bekam. En dat is geacteerd, hè. Dat was niet echt, dat ik geen ruzie, maar het is gewoon zo grappig. Oh, dat is erg. Next one. Oh ja, dat was een TikTok van vorige blok. En ik had net koffie gedronken, maar ik drink eigenlijk nooit koffie. Maar ik had toen koffie gedronken omdat ik echt super moe was. Het was ook al het einde van de blok. En ik was super hyperactief daarvan geworden. Dat ik echt heel rare TikToks begon te maken. En hier komt er een. Surely finish last. Cause day and night, the loneliest owner seems the freest mind at night. He's all alone through. Ja, dat waren mijn hip-hop moves. Volgende. Oh ja, die is echt heel grappig. Simon en ik zaten te studeren. En ik was Simon verrassen, maar dat is een beetje uit de hand gelopen. Oh Gerre, wat doe ik die jongen allemaal aan? Ja, dat was wel echt een goeie. Oké, volgende is weer een met Simon. En grappige anekdote bij deze. Dat was een van onze eerste TikToks. Want in de eerste maanden dat we samen waren, maakten we echt niet zoveel TikToks. Ook omdat Simon dat nog nooit had gedaan. Hij was daar nog niet echt gekend mee. Soms dwong ik hem om mee te doen met een TikTok. En zette hij dat gewoon op. En je ziet dat hij echt niet weet wat hij moet doen. I like big boys, itty bitty boys, Mississippi boys, inner city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys. Go on. Die TikTok staat ook echt nergens op, maar dat is gewoon zo grappig. Oké, de volgende. En die was ook tijdens de blog. En ik vind hem wel cool. Leuk, het is een vibeje en dat laat me terugdenken aan de eerste blok samen. Dus wel tof. Next one is eigenlijk gewoon een feestje alleen op mijn kamer. Ja, als ik me verveel, dan heb ik soms de neiging om rare dansjes te doen in de nacht.
omdat ik vaak ook veel energie heb in de avond. Ik weet niet hoe het komt. Volgende is een dansje in mijn badkamer. Ik vind het eigenlijk nog wel een goed dansje. Dat moet echt een trend worden. Oké, de volgende is met Lilo. En dat is een TikTok van al even geleden. Eigenlijk langer dan vorig jaar. Dat was toen corona net begon. En we dachten, we maken een TikTok rond corona. When I was older, but no, fuck that. Corona, oh, corona. That shit pulled up to my city like aloha, yeah. Quarantine, yeah, that quarantine. Ain't no time for... Mijn hoofd op het einde ook. Ja, dat zag ik nergens op, maar het is wel leuk om toch te zien. De volgende weet ik zelf niet meer wat hij is. Ik zie Simon in de zetel liggen. Oké, ben benieuwd. It's Britney, bitch. Mental breakdown was van tijdens het studeren dat ik het even niet meer zag zitten of zo, want ik weet niet wat dat was. Oh nee, de volgende dat komt is echt heel raar. Dat was tijdens quarantaine en mijn broer Jens heeft een bed in de vorm van een auto en ik had het geweldige idee om daar een TikTok op te maken. Bam, bam. De bus rijdt op zijn wielen, de bus die rijdt en stond. In de bus zijn mensen, ze gaan er ook weer uit. En in, en uit, en in, en uit, en... Wat was dat? Oké, geen commentaar. Oh, de volgende TikTok, daar zit wel echt een leuk verhaal achter. Dat is eigenlijk onze allereerste TikTok samen van Simon en mij. Ja, onze allereerste TikTok. Dat was op het Gala van de Gouden Kaas. We waren nog lang niet samen toen, maar dat was een van de eerste keren dat we elkaar echt zagen en dat we met elkaar spraken. Ja, natuurlijk moet Steam weer direct een TikTok maken, direct een goede indruk achterlaten. Niet dus. En ik weet nog dat Simon er niks van begreep, maar ik ga jullie eerst even laten kijken. Dus op de rug van Simon springen, maar hij begreep het niet. Ja, oh, dat is wel tof als ik dat zo terugzie. Het is toch wel een video om te koesteren. Oké, de voorlaatste TikTok. Die is eigenlijk verschenen op Simon zijn TikTok-account. Maar het is ook wel een fail. En die staat bij mijn concepten. Dus ik wil hem toch nog eens laten zien. If you like the way I talk, then why am I on your mind? Oh, jee, de neus. Kijk, hè. Hij had echt wel pijn achteraf. Het lijkt niet op die video, want hij kon er nog mee lachen, maar hij had echt wel pijn. Oké, we hebben nog één TikTok. Ik weet niet welke dat is. Ik zie mij in een gele trui. En ik denk dat Simon er ook bij is. In die video. Oh, toch wel een speciale jongen, hè. Zo, dit waren mijn privé TikToks. Sorry dat het een iets kortere video was. Ik heb niet zoveel tijd. Ik zit nu in de examens. Ik heb wel nog heel veel leuke ideeën die ik voor jullie ga proberen opnemen. Dus abonneer zeker. Like, reageer en volg mij op Instagram. En dan zie ik jullie terug bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. Bye bye.